In december 2007 bezochten op uitnodiging van Solidaridad 3 Braziliaanse sojaboeren ons land om daar kennis te maken met hun Nederlandse afnemers. Ze maakten een tournee langs de bedrijven waar ze hun eerlijk geproduceerde soja aanleveren. Koeris was erbij tijdens hun bezoek aan groothandel Hems en varkenshouder Frans Verhoeven. Ja, wat we proberen is een duurzame keten op te bouwen. En in dit geval is het best een uitdaging omdat we met de soja willen gaan doen. En wat wij willen is de boer daar aan de boer hier koppelen. Deze mannen zijn zowel sojaboer als ook doen ze mee in het bestuur van de organisatie van de bonden, van de boerenbonden daar of van coöperaties. Wij zijn al een tijdje met hun aan de gang om daar de duurzame soja inderdaad in de markt te krijgen. En hier in de markt te krijgen. 2 jaar geleden zijn ze hier geweest en hebben ze eigenlijk 0 op request gekregen. Mudou que tem mais consistência. Vorig jaar, 1,5 jaar geleden, was het een beetje los zand. Er waren weliswaar wat bedrijven en actoren die wel geïnteresseerd waren in de maatschappelijk verantwoorde soja. En daar iets van te maken, maar nu zit er veel meer consistentie in. Er zijn nu afspraken en betrokkenen partijen die echt betrokken zijn bij het onderwerp. En ook betrokken zijn waar je afspraken mee kan maken over handel of soja. Waar moet daar esta verdade. Een deel van het vlees wat hier is, dat is gangbaar varkensvlees vanuit de bio-industrie. En een steeds groter deel is afkomstig uit de milieukeurketen, waar dus het groene sojatraject onderdeel van is. En wat ons betreft, in de toekomst zouden we daar 100% naartoe willen. Ela é muito mais. Hij zegt van, kort gezegd, dat de soja van de gezinslandbouw een stuk natuurlijker is in de productie. En dat zit bijvoorbeeld in de GMO. Zij produceren non-GMO soja en vinden dat ook uit principe, uit het voorzorgsprincipe, vinden zij dat belangrijk. Dat past beter in het model van de gezinslandbouw. Terwijl ze als gezinslandbouw vooral gefocust zijn op de productie van voeding voor de bevolking. En soja wordt dan wel verkocht en wordt dan ook geëxporteerd. Maar om in dat systeem te passen, hebben ze dus ook voorkomen daarin non-GMO soja. Conventioneel. De kracht van dit concept is dat alle ketenpartners die zijn heel erg kostenbewust en zijn er ook van overtuigd dat met een te grote kostenstijging het project niet levensvatbaar is. Vandaar dat iedereen heel erg de focus heeft op de prijs, om het prijsverschil met gangbaar varkensvlees zo laag mogelijk te houden. Maar er is wel prijsverschil. Er is een heel klein prijsverschil, daar wil ik wel bij zeggen, die wordt op consumentenniveau niet doorberekend. Na verdade, o contato é maior. Hij zegt dat het met name het contact onderhouden zal worden via Solidaridad, de NGO die dit allemaal in gang gezet heeft. Maar dat hij wel hoopt, dat is een droom van hem, dat er een uitwisseling komt van boer naar boer. Dus dat ze wel direct contact zullen houden met de boeren hier in Brabant. Agricultores aqui da Holanda e talvez de alguns outros países da Europa.